Deze tocht is uitgezet door de Boskrieders. Dat is een rijvereniging in Appelskeer. En die nodigt dan andere mensen of rijverenigingen uit om uit te doen aan een, dit is gewoon een recreatieve tocht. Nou ben je wat gewoon waar je bent van hier om te filmen in Friesland, maar we moesten juist even de grens over. Je moest juist even de grens over, dat klopt. Ja, het is hier echt mooi. In Friesland is het mooi, maar hier is het echt mooi. En de boskrieders, die kennen hun eigen bos. En daar ben ze altijd. En dan word je eens ergens oorzinnen. Nou, en hier, is, hier kan je heel mooi, mooi rijden. Oh, wat ben je met die karren, hè? Ja. Beste paard met Herre van Veen en met Ieder Omkes. Dit zijn Herrese hinders. Deze hinders die treden op in de film Redbad. Het ene hinder daar rijdt Redbad op en het andere hinder daar rijdt zijn vrouw op. En deze hinders die zijn echt kogelproef. In die zin, ze worden getraind voor de Gouden Koets. Deze ren ik maar in het vervolg van de Gouden Koets. Dus wij zijn echt wel tophinders op paard. Tophinders, filmhinders op paard. Nu kan jouw zoon de plaats van Redbad innemen. Die film had ze heel lang meemaken. Ze had 3 maanden voetwest. Ze had verschillende plakken west. In Frankrijk, en in Eindhoven, en Apeldoorn. Maar dat is uiteindelijk een hele mooie film geworden. Maar hoe binnen ze zo bij jou te horen kwam? Ze doe ik mij aan Prinsjesdij. En dan riet de cavalerie erop. En zo die jongens die mij die film deden, die ben ik bij de cavalerie. En die koenen de hinders en die rieden op deze hinders. En die woonden deze hinders graag broeken. Dus nou ja, dat mocht blijven. Is dit nou voor de hinders dan een keer wel lekkere ontspanning? Ja, ze vinden dit wel mooi. Ja. Van de morgen toen we de box gaan, dan vonden de beiden wel woonden we graag in de kar. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja. Wat dat dan geeft, is het geniertje voor alle vrouwen. Ja, dat is niet eens wel op, hè? Ja.